Thank you.
Toen zeiden de buurvrouwen tegen Naomi: geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken in uw ouderdom en u te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die u beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden: bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Je zal maar zulke buren hebben. Of zijn. Daar had ik zelfs iets over te zeggen. Fijn dat u vanavond gekomen bent. Bijzonder dat u in zo'n gevulde kerk van zoveel mensen mogen horen, mogen zingen, ons mogen verwonderen. In een donkere wereld schijnt Gods licht. Laten we daarvoor ook samen bidden. Vader in de hemel, de kanonnen zullen niet spijken. In Oekraïne niet, in Israël niet, in de Gazastrook niet. En de dreigende drones zullen dan overvliegen en misschien weer neergehaald worden. Maar vanavond mogen wij hier in deze kerk ons verwonderen over de uiterlijke vrede die wij hebben. En over de innerlijke vrede die u wilt geven. Wij bidden u, geef dat de dirigent, de organist, de trompetist, de koren dat licht mogen laten.
dus kon ik meemaken dat de eerste bezoekers binnenkwamen. Mensen die hier bekend zijn, maar ook mensen die vanavond voor het eerst in deze grote, eenzame kerk komen. Voor mij was het ook de eerste keer om het s'avonds hier te zijn. In de afgelopen jaren was ik hier wel s'middags, op zondag, zingen maar blij. En de eerste keer moest ik eraan wennen, als wij hier begonnen, de auto geparkeerd aan de overkant, dat dan vaak net het Feyenoordstadion leeg liep. En in het begin probeerde ik in te schatten, als ik die mensen zag, hebben ze nou gewonnen? Of hebben ze nou verloren? En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb het een aantal keren gevraagd. Maar blijkbaar duurt het niet lang, de blijdschap. Als je hebt gewonnen in een stadion, je zag het niet eens aan ze. En daarom, bij die paar versen die we uit de Bijbel hebben gelezen, waarin het om buren gaat, dacht ik, als je zo'n prachtige avond hebt meegemaakt als wij vanavond, als je zo indrukwekkend de twee Martin en Jantine, de solisten, de koren hebt horen zingen, dus wat zullen de buren morgen aan ons merken? En daarom dacht ik, het is eigenlijk wel heel behulpzaam dat we aan het begin een paar versen hebben gelezen over buren in Bethlehem. De buren van die boerderij, die in die meer dan 10 jaar helemaal vervallen was, en waarin Naomi terugkeerde als een weduwe, met ook nog het verlies van haar enige twee zonen, en ook nog het verdriet over kleinkinderen zal ik ook niet krijgen. En als je dan in het begin van dat kleine boekje leest, dat de buren niks tegen haar durven zeggen. Als ze haar door het stadje zien lopen, zeggen ze alleen maar, wat is die veranderd? Is dat niet Naomi? Die meer dan 10 jaar geleden dacht haar geluk in Moab te kunnen vinden. Dit gelukt. En misschien, als je dit jaar, zoals zij, het gevoel moet hebben, maar ik heb mijn man verloren en ik heb mijn twee jongens verloren, dat je dan een beetje begrijpt dat mensen zeggen, je moet bij ze zetten, ze moet mij niet meer Naomi, de liefelijke, de fleurige, de bloeiende noemen, noem mij maar Mara, de bittere, de treurige. Wij zongen vanavond met elkaar over het heil dat heel de aarde verheugt. En in een wereld waarin je als jonge mensen je misschien wel eens afvraagt, kun je nog wel blij zijn?
geboren en hij zal haar in haar ouderdom gaan verkwikken. Wij zijn op weg naar Kerst. Naar een wereld waarin je soms niet meer durft blij te zijn. Dankbaar te zijn. Goede, mooie dingen te zien. In een wereld waarin het evangelie ook vanavond is doorgegeven om ons te verkwikken. Het is nog merkwaardiger. Die vrouwen hebben niet alleen tegen Naomi gezegd, die jongen, die gaat je verkwikken. Maar er is ook nog iets gebeurd wat nooit in Israël voorkwam. De naam. Dat doe je natuurlijk zelf. Als vader en moeder de naam bedenken. Maar dit keer zijn het de buurvrouwen. Die geven het kind een naam. Obed. Knecht. Betekent dat? Hij is de vader van Isaïe, de vader van David en uiteindelijk de vader van de grote zoon van David, geboren in Bethlehem, Jezus. Hij is de goede herder. Hij verkwikt je. Niet alleen in je ouderdom, maar ook in je jonge jaren. Hij, de goede Herder, is ons vanavond zingend, spelend, aan ons doorgegeven. Zullen de buren morgen aan ons kunnen zien wat het voor ons betekent. En zullen wij voor de buren net zo verkwikking mogen zijn als die vrouwen in Bethlehem. Dat God wil wonen bij de mensen en zelfs met hen op weg wil gaan. Dan blijft een kwestie van geloven. Daar moet je hart voor overgaan. Maar als je aandurft om zijn inbreng te accepteren als een feit, dan
Bid ons vanavond veilig leiden. Hoor onze beden. In Jezus' naam. Amen.